Goedenavond allemaal, wat fijn dat u er bent. We gaan echt een beetje op tijd beginnen, want de avond vanavond wordt ook gestreamd via internet en via Facebook. Dus mensen zitten thuis misschien al klaar te wachten op wat er komen gaat. Heel erg fijn dat u er bent vanavond, dank daarvoor. Het is voor ons altijd een beetje een verrassing naar uitzendingen van de Radar Extra's. Als we eigenlijk alleen maar even scrollen onder in beeld, wij doen ook een Radar Extra college, zijn daar mensen geïnteresseerd. Voor ons is het toch ook wel weer een verrassing dat het in een mum van tijd vol zit en dat u dan ook daadwerkelijk hier bent komen opdagen allemaal vanavond. Zeer gemêleerd gezelschap als ik er zo overheen kijk. We hebben vanavond twee sprekers voor u. En nou hadden we aangekondigd dat een van die sprekers Jos de Blok zou zijn van Buurtzorg. Maar Jos de Blok is helaas wegens privéomstandigheden niet in de gelegenheid hier vanavond aanwezig te zijn. De andere spreker, Jan Rotmans, ook een van de oprichters van Zorgeloos, een nieuwe zorgverzekeraar, is hier wel. En die zullen we daarom wat uitvoeriger aan het woord laten. Maar we hebben nog een spreker voor u in petto, want vorige week werd ik gebeld door Beatrice Smulders, een bekende verloskundige uit Nederland. En ze zei, ik heb die Radar Extra's gezien, ik heb dat gezien over die marktwerking in de zorg. En wij vanuit onze kant van de verloskundige kunnen daar ook nogal wat over vertellen. Ik zeg, nou, kom dat dan doen en kom dat dan ook vanavond hier doen. Dus laat ik even beginnen. Ik stel eerst Beatrice Smulders even aan u voor. Dan zometeen, als zij uitgesproken is, zal ik Jan Rotmans nader even voorstellen. Als zij allebei gesproken hebben, gaan we meteen door met het onderdeel waarbij u zelf ook een bijdrage kunt leveren. Vragen kunt stellen aan de mensen hier op het podium, mensen thuis kunnen ook via Twitter of via Facebook vragen stellen. Dat krijg ik zometeen binnen en die zal ik ook proberen te behandelen. Natuurlijk kunnen we niet altijd iedereen uitvoerig aan het woord laten. Dat is nou eenmaal zo. Daar hebben we de tijd niet voor, want we gaan toch proberen zo rond 10 uur de avond af te sluiten. We zullen ook niet in de gelegenheid zijn om uitvoerig op individuele casussen in te gaan of diagnoses te stellen hier vanaf het podium. Dat lijkt me ook niet een belangrijk, niet een goed idee dat we dat gaan doen. Maar u zult ongetwijfeld een aantal vragen voorbij horen komen waar u zelf ook mee zit. Goed, we gaan beginnen. Beatrice Smulders. Goed, ik zag al een hele enthousiaste vinger in de lucht gaan en ik zie er daar ook eentje. Daar gaan we zo meteen komen. Ja. Goedenavond. Mijn naam is Rob Brokkus, ik ben redacteur van de Sociale Databank Nederland. Ik hou me al meer dan 30 jaar bezig met de geldpolitiek. En alle zorg, alle AOW, alle werk, alle uitkeringen hangen af van één enkel ding. De geldpolitiek die dus verzwegen wordt, zowel in de pers als bij het parlement. Ja, maar ik wil wel even ook duidelijk maken, we hebben het over de zorg vanavond. Dus als u daar naartoe wilt gaan. Ja. Je kunt die zorg alleen maar financieel gezond krijgen wanneer de basis van de samenleving als geheel gezond is. En dat betekent dus dat we dus anders moeten gaan kijken met de politiek en met de pers over hoe het functioneert. En het gaat mij om de functionering van het systeem als zodanig. Ja. En de gezondheidszorg zelf is een exponent van datgene wat we met elkaar besluiten. Goed. En ik zie zowel in de Tweede Kamer als in de pers veel te weinig discussie over hoe de structuur van ons land in elkaar zit. Ja. Heeft u een specifieke vraag over de zorg? Ja. Dan moet ik even mijn hersens gebruiken. Ja, goed. Dan gaan we even door naar de meneer die daar zit. En dan kijken we even. Het is interessant wat u zegt, maar er zijn natuurlijk heel veel interessante onderwerpen waar we het vanavond toch niet over gaan hebben. We gaan het over de zorg hebben vanavond.